Komend vanaf de trapopgang gaan wij naar onze luxe suite. Het is waarschijnlijk de grootste kamer hier zo. Moet je toch eens even kijken, wat een luxe. Deze twee kamers hebben wij toch wel gehuurd voor het gigantisch mooie bedrag van 798 euro. Dat is dan uiteraard wel inclusief ontbijt. Daarnaast hebben we een zogenaamde minibar. Een tweepersoonsbed. Nou, je kan een bankstel. Een superluxe fauteuil. Uiteraard is deze kamer wel voorzien van een badkamer. Ja, echt helemaal super. Schitterend mooi bewerkt plafond. Uitzicht op de straat. Kast. En of course een flatscreen. Dat mijn collega, die is helemaal fantastisch toebedeeld. Dan gaan we even kijken. We gaan even naar Wesley toe. Die heeft pas echt ruimte. Kamer naast me, nummer 30. Binnen! Kijk! Welkom in mijn crib. Dit is mijn crib. Kijk. Met een bedstee. Dat was toch wel geweldig. Er was hier zelfs ruimte voor een bed van 2 meter. Hopen we dat anders kan die seconde keren. Dat wordt zin in het slapen. Uiteraard voorzien van een ongelooflijk mooie zelfgemaakte aquarel. Ja, en een prachtig uitzicht. Bureau natuurlijk. Kijk. Zelfs die luxe, die moet ik ook ontberen. Uiteraard ook voorzien van een minibar. Uiteraard en een mooie wasbak. Zonder scheid. Zijn badkamer. Wel met een tweetje. Ik weet niet wat erin zit. Ik was toch maar van de vorige mensen nog. Dit is een badkamer. Ja. En uiteraard ook hetzelfde fantastische uitzicht op het pittoreske Offenbach. Een of andere oude industrie zat hier zo in de buurt van Frankfurt. Jawel.